De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is in actie. En morgen worden de acties mogelijk nog verder verscherpt. Op dit moment wordt er tussen 12 en 3 uur 's middags gewerkt onder minimale bezetting. De bond wil met de actie hun eisen afdwingen bij de autoriteiten, vertelde bondsvoorzitter Lloyd Pohl vandaag tijdens een persconferentie. De vakorganisatie is in beraad vanwege ontevredenheid over hun salaris en andere voorwaarden. Verder is aangegeven dat het beraad in stand wordt gehouden 2 dagen, dat is gisteren en vandaag. Indien er geen duidelijkheid komt in zaken, dat men morgenochtend, vrijdag dus 8 uur, op straat zal gaan naar de actoren om zelf te vragen aan de beleidsmakers wat er eigenlijk gebeurt en dat zij een oplossing willen voor de punten waarmee zij zitten. Pohl zegt verder dat de leden gisteren behoorlijk verhit waren na een algemene ledenvergadering. Het beraad werd aangescherpt tot 11 uur en per vandaag kwam de verdere aanpassing om te tonen dat zaken niet meer zullen worden geaccepteerd. Het personeel vindt dat de regering, bij deze de minister van Volksgezondheid, het belang van het ziekenhuis niet serieus neemt. Ook voor de punten hebben wij de minister een ultimatum gegeven tot toen. En ook daarvoor heeft hij gevraagd naar een spijt van 7 dagen. Daarvoor heb ik een app van hem gekregen afgelopen dinsdag. Wij hebben de ALV gehouden. Zoals ik u heb aangegeven, was het personeel zeer verhit. En zij hebben eigenlijk aangegeven dat zij per direct naar het ministerie willen om de minister of de president of wie dan ook te vragen wat er eigenlijk gebeurt. Hoe serieus men eigenlijk omgaat met het belang van de zorgmedewerkers. Pohl zegt dat de leden toch tot andere gedachten zijn gebracht. Morgenochtend wordt er besloten wat er verder zal gebeuren. Een vertegenwoordiger van de artsen bij het AZP hield journalisten enkele pijnpunten voor. Vanwege het wegblijven van een structurele aanpak van de problemen waarmee de specialisten zitten, is het niet vreemd dat artsen wegtrekken.